La. Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe video, een nieuwe aflevering van Alan Wake. We zijn bijna op het einde van de game. Het wordt spannend, het wordt gaaf. Kan ik hier doorheen? Ja, natuurlijk gaan we er doorheen. We moeten er zelfs doorheen, denk ik. Alhoewel, we moeten hier naar rechts toe. En ik ga nu de verkeerde kant uit. Dus wat ik nu ga doen is even omdraaien. En kijken of we daar de berg op komen. We gaan verder na het intro. Oké, people, let's go to work. Ik heb een paadje gevonden hier tussendoor. We kunnen hier naar boven en ik wil het liefst in de auto blijven. En waarom? Die is zo verschrikkelijk sterk. Die kan gewoon mensen natuurlijk overrijden en dat is wel fijn, zeg maar. Klinkt heel zo badass, maar het is gewoon zo. Oké, de gate moet open en dat gaat via dat daar. Zo, ik heb geen... Ik heb ook helemaal geen kogels, jongens. Ik heb helemaal niks. Oh, wat kan ik pakken daar? Oh, nee, ik kan de deur niet oppakken. Daar heb ik niks aan. Ik moet kogels hebben, jongens, want ik ben niet veilig hier. En ik weet zeker... Oh. Hier kunnen we heen voor kogels, denk ik. Oh, weet als hier wat gebeurt, jongens. Nee! Ik heb niks, ik heb geen kogels. Flashbang, flashbang. Nee, dit gaat al niet, dit gaat al niet, dit gaat al niet, dit gaat al niet. Ja, oké, dan gaan we dood. Ja, ik heb geen kogels, ik had niks. Ik ben een soort van gehandicapt, weet je. Oké, we hebben 12 kogels gekregen. Dankjewel, game. Ik ga er ook niet meer naartoe. We moeten hier naar binnen toe. Oh, daar komen ze achter me aan, tuurlijk. Hallo meneer, kom maar. Ze sluipen altijd achter me aan, die apen. Weg. Koud in de gaten. Oh. Oh. Ik vind ze eng. Oké. Wegblijven. En snel. Koffiekan. Ik heb er weer een koffiekannetje. En batterijen, wat heb ik staan? Ik wil kogeltjes. Ze weten niet hoe zwaar ik het heb in die game. Nou, ik heb 8 hunting rifles en 8 kogels. En vorige keer zat ik eerst helemaal vol met kogels. Maar nu is het gewoon moeilijk om alle kogels te verzamelen. Misschien staat hier wat ergens. En weer geen kogeltjes hier in het rek of zo. Helemaal niks. Ja, niks. Flaregun, ja, daar hebben we niet zoveel aan. Ja, je hebt er wel wat aan, maar niet echt heel veel. Achievement prestatie ontgrendeld. Kijk, als je 5 van die blikjes omver schiet, dan krijg je een achievement en ik heb hem eindelijk. Yeah! Oké, we moesten de gate openen. En ik heb nog niet echt de hendel gezien. Even kijken, we moeten even binnenkijken naar een lever of zo die we kunnen overhalen. Kijk, zit hier wat? Ik zie helemaal niks hier. En die deur kunnen we daar doorheen. Ja, dan komen we naar buiten. Nou, dat willen we niet. Ik denk dat we boven moeten kijken. Daar zo. Ik was hem gewoon voorbij gelopen. Gaat hem maar open. Kijk. Oké, dan gaan we heel stil. Oh, nee! Nee! Oh! Ik wist het. Beveiligingsman. Oh. Wat een klootzak. Ik pak gewoon mijn oude vertrouwde wagen. Ik ga er snel in, want ik vertrouw niemand meer. Ik hoor wat. Er komt er een. Oh, en achter me. Weg. Ik ontwijk ze, Een jump. Wee. Oké, daar is vuur, daar is het veilig, hoop ik. Oké, wat de fuck gaat hier gebeuren? Meen je dit? Dat ding gaat niet levend worden. Ik zweer je, dat mag niet. Get to Cauldron Lake. Ja, maar hoe moeten we dat doen in vredesnaam? Ik ga hem achteruit rijden. Heel slim dit, want als er nou iets gebeurt, dan cross ik hem met de auto vandoor. Ik heb namelijk gevoeld dat er iets gaat gebeuren zodra ik ga uitstappen. 3, 2, 1, nu! Nee, er gebeurt niks. Hier ligt wel heel veel revolver ammo. Nou, heel veel. Ik wil niet zeggen dat er veel was. Ik heb maar 16 kogeltjes. En we gaan boven klimmen op deze container. En we kunnen daar iets doen. En als we dit hebben gedaan, dan gaat er iets ergs gebeuren. Ik weet het nu gewoon al.
Oh shit. Kom op, Vincent. Kom op, Vince. Je bent al die schil gewoon op het goede vlakje. Yes. Oké, ik ben misschien bang gescheiden, maar ik doe alles met mijn auto. Oh, wat gebeurt er? Holy fuck, daar gaat het gebeuren, hè? Ik rij even een rondje voor zekerheid. Wie, oh wie, wat is aan de hand, jongens? Daar! Komt u maar, komt u maar! Komt u maar! En... dood, alsjeblieft! Oké, dat bespaart ons heel veel. Ik wist het! Ik wist het! Nee! Uitkijk, uitkijk. Oké, schijnwerpers. Waarom doet hij het niet? Schijnwerpers erop! Hij wil niet meer starten, Hij doet niks meer. Meen je dit? Niet nu! Oké, die stomme bak doet het niet meer. We moeten uitstappen in de hoop dat we gaan overleven. Samen overleven! Oh! Oké, ik ga veilig staan ergens. Ik weet waar ik veilig kan staan. Oh nee! Gaat het licht? Waarom is het licht uit? Oh. Kom op, waar is die? Oké. Waarom is het licht uit daar? Waarom was het licht? Zal ik klimmen? Haal ik dat? Nee! Oh, is het iemand gegooid, hè? Oh wee, als die iemand gooit. Probeer maar, aap. Huppakee. You're never coming back. En wat probeert u te doen, meneer? Ja. Ik ben niet bang. Alhoewel, moet ik bang zijn, jongens? Nee. Let maar eens op. Maak hem af, vriend. Kan ik erbij, in ieder geval? Nee, ik kan er ook niet bij, jongens. Oké, we moeten heel langzaam naar beneden. Uitkijken voor die gozer. Let op. Dit gaat goed komen. Hij zit vast. Hij blijft daar. En... bam! Dit heeft nu zo aardig te komen. Dood. Zo pakken we beunaas aan. Zo. Stomme geesten. Wat gaat er gebeuren? Want het ding gaat omhoog. Ook met een slakkengang. Zit er een bejaarde aan te draaien? Oké. Oh. Die kraan. Wordt die zo... Oh, als dat een baas wordt, jongen. Zo. Moet hier onderdoor? Ik denk het. Ik red er gewoon. Oh, eerst die valt. En een checkpoint. Yeah! Dank u. We zijn weer veilig. We kunnen weer in de auto. Gelukkig, want ik hou ervan om in de auto te zitten. Oh jee. Dit vind ik een hele vette aflevering. Als ik eerlijk ben. Maar we zijn nog steeds bij Cauldron Lake en daar proberen we te komen. Ik weet dat er misschien een omweg is die we nemen. Zo, dat is echt één mooie slip. Maar we komen er wel. Zoals, daar ga ik wel vanuit. Ik stop wel even hier. En waarom? Omdat ik hier wat zooi kan pakken uit dat rode emergency kistje. Dat weten jullie ook. En ik zie dat hier ook wat uitgehaald komt. Nee, niks. When I told Barry my plan back in the well-lit room... I'd acted as if I knew what I was doing. I didn't. I was operating on the shifting logic of a dream. I had to fight my way to the lake through the horrors of the night. I had to flick an old battered light switch imbued with childhood magic. I had to write a happy ending to a horror story. I had to save my wife from the dark prison she was being held in. Ik moet mijn vrouw redden van de dark. Van het kwade dark. Push.
Oké. Ik doe ruim aan achter. Ik weet niet of het nodig was. Maar we doen het gewoon lekker. Zal ik hier eens in rijden? Nee, dat gaat nooit worden. Oh shit. Licht wat uitstaat is niet fijn. Dus ik hou dit in de gaten. Ik pak wel even deze shotgun op. En een... Ja, het is een shotgun. Hold down B. Oké. Okay. We hebben geen hunting rifle meer, maar shotgun. Ik denk dat shotgun beter is. Achteraf. Turning on. Ik denk dat het hier gevaarlijk geworden. I will never give her to you. Oh. Wat is er? Wat is er? Wat is er? Holy. Oh. Wat moet ik doen? Er komen een paar, er komen een paar. Maakt niet uit, maakt niet uit. Het gaat goed. Dat moet ik met een pistool doen, jongens. Ik weet het. Oké. Okay. Dit ging nog wel, dit. Nog net, hoor. Eén zo'n geest, daar kan ik nog wel aan. Moet er geen meer komen. Ik zie een koffiekan binnenin. Ik zie een koffiekan. Ik weet het. Ik moet hem pakken. Zal ik hem pakken? Ik zit binnenin, ik vertrouw die helemaal. Ik ben bang dat ik hier niet veilig zit namelijk. Ik hoor hele enge geluiden buiten. Ik vertrouw dit niet. Ik vertrouw dit niet. Oké, we rennen naar het licht toe. Het licht is altijd belangrijk. Of ze willen me... Oh shit! Kan ik dit gebruiken? Ik kan dit gebruiken, jongens. Oké, dat ging goed. Dat kan ik denk niet beheersen daarachter. Dat is die van Wend met die kettingzaag. Die moet ik sowieso met deze gaan doen. Komen er nog meer? Komen er nog meer? Ik heb het gevoel dat er meer komen, hè? In plaats van die man met de kettingzaag. Er komen er twee met de kettingzaag! Dit kan toch niet? Dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet! Jongens, dit kan niet. Wacht even. Twee, we gebruiken... Ik weet niet waarom ik het gebruik, hè? Oké. Okay. Dit gaan we makkelijk aankunnen, jongens. Ik hou je op afstand, meneer. Koekenpeer. Ik hou je op afstand. En jou ook, meneer. Hè? Dat je dat eens praten over mijn moeder! Zo. Even agressieve zooi erin gooien. Deze nog even. Huppakee. Kom maar, hè? Huh? Oh, ik kon dat misschien wel halen vanaf daar. Oké, okay, maakt niet uit. Het is veilig. Denk ik. Kan ik hierin? We zitten in een heel mooi gedesign kamertje en een manuscript hebben gevonden. Oké, mooi. En dit gaan we ook pushen. Nee, we gaan het niet springen. We gaan pushen. Zo. Oh, is dat de weg naar Cauldron Lake? Nou, daar gaan we niet heen. Ik zie een man, ik zie een man, ik zie een man. Hij wil me... Oh... Hier kan hij me niet raken. Kijk, hier gaat hij. Hier, hahaha, probeer me daar te pakken. Lukt je niet? Boef. I could see Mirror Peak in the distance. That's where Cauldron Lake was. Daar helemaal? Damn. Dat is één grote missie. En dit vertrouw ik wel helemaal niet. Ik pak even die zooi op. We hebben heel weinig... Oh nee, we hebben niet weinig kogels. Zal ik die... Opzouten! Strontvogels. Hier moet ik naar beneden.
Ik weet dat ik mijn kogels niet moet verspillen aan die beesten. Ik weet het. Oh. Is dit een minecart? Het is een minecart. Oh. Holy crap. Gewoon een achtbaanritje nu, jongens. Nou, dit gaat wel heel snel. Gaaf. Maar ik heb het gevoel dat de vogels erachter aankomen daar. Vet. Oh, de minecart is kapot. Ik hoor die rotvogels alleen maar, die stomme rotkouwen. Holy. Daar komen ze weer hoor. Oh, daar word je toch moe van. Opzouten. Hopelijk komen ze niet terug, dan ben ik de lul. Ik hoor ze. Ja, ik weet het. Ik mag er maar kijken. Ik kan die koffiethermos oppakken natuurlijk. Dat is belangrijk. Waar komen ze? Oh, ze komen aanvallen. Zie je het? Huppakee. Kom maar, vogeltjes. Ik vind het verschrikkelijke beesten, hè. Oeh. Oh, what the fuck is dat? Zo, huppakee, die komen niet meer terug. Die stoet, parade. Oh, wie weet hoe het verder afloopt, dames en heren. Kijk naar de volgende aflevering van Alan Wake. Bedankt voor het kijken. Vergeet het geen groen duimpje te geven. Doei doeg!